Als alleenstaande vader kan ik geen borstvoeding geven, hoor. Vroeger was ik verslaafd aan de borst. En nu ben ik verslaafd aan de vlees. Ja, ik heb je altijd horen zeggen dat kleine vrouwen met grote borsten, dat die veel melk geven. En zeker negerinnen, dat die sokkenmelk geven. Voor mij is borstvoeding een groot probleem. Ik geef kinderen snoep en koekjes, maar wat moet ik geven aan een kind dat enkel borstvoeding krijgt? Ik word daar horendul van. Welke borst is er nu het meest geschikt voor borstvoeding? Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op vrouwen die borstvoeding kunnen geven. Want ik, ja, ik kan alleen maar appelsiensap geven. Vitamine C